Aan de voorzijde zien we de vernieuwde LED-koplamp. En aan de achterzijde zit het nieuwe LED-achterlicht. Het is weer maandag, tijd voor een nieuwe video. En in deze video alles over de splinternieuwe Vespa Primavera S. En jullie zien hem al hier achter me staan. De Vespa Primavera is inmiddels leverbaar in 3 verschillende varianten. Zo heb je de standaard Vespa Primavera, de Primavera S en de Primavera Touring. Vandaag alles over de Primavera S. Waar staat het S'je voor? Het S'je staat voor sport. Deze S-versie is leverbaar in 3 verschillende kleuren. Dit is de beige variant. Hij is er ook nog in het blauw en in het rood. En alle 3 de kleuren zijn uitgevoerd in een matte finish. Dus een matte lak. Verder is die leverbaar in een 25 km uitvoering zonder helmplicht en natuurlijk in een 45 km uitvoering met helmplicht. Laten we gezamenlijk alle details gaan bekijken. Vespa heeft als basis de RST uitvoering gebruikt. Nou, de trouwe kijker op dit kanaal die weet misschien dat we daar al een keer een video over gemaakt hebben. En de titel van die video was 8 nieuwe details van de Vespa Primavera RST. Nou, een kleine hint, dat was onder andere het nieuwe achterlicht en de nieuwe LED-koplamp. Nou, en die zit natuurlijk ook in deze splinternieuwe S-uitvoering. Vind je het nou leuk om ook die video even te bekijken? We zullen hem even inlinken onder deze video. Wat natuurlijk meteen opvalt, dat is de kleur. Vespa heeft gebruik gemaakt van een beige lak gecombineerd met zilveren accenten en natuurlijk de chrome accenten die we van Vespa kennen. Nou, dat zie je ook weer heel mooi terug hier bij de voorvelg. En je ziet ook dat ze er bijvoorbeeld combineren aan de voorkant en ook bij het voorspatbord. Nou, hoe kan je nou zien dat dit gaat om de S-variant? Dat hebben ze heel subtiel gedaan door hier op het beenschild een S'je te plakken. En wat natuurlijk opvalt, dat is het mooie bruine zadeltje. Ja, en ik vind persoonlijk dat het heel mooi combineert met deze beige matte lak. Aan de voorzijde zien we de vernieuwde LED-koplamp. En aan de achterzijde zit het nieuwe LED-achterlicht. Nou, en als laatste zullen we hier ook nog even het display laten zien. Dit gaat natuurlijk om een splinternieuwe, er zit geen brandstof in. Dus je ziet hier ook inderdaad het brandstoflampje nog branden. Deze Vespa kun je eenvoudig bij ons online bestellen in de webshop. Als je nou naar de webshop gaat, dan kan je ook nog een aantal opties en accessoires selecteren. Zo kan je deze Vespa bijvoorbeeld uitbreiden met een windschermpje, er kan bijvoorbeeld nog een achterrekje op of andere leuke accessoires en gadgets. Wil je nou wat meer persoonlijk contact? Kom dan gerust een keer een kijkje nemen bij ons in de showroom. Vonden jullie dit nou een leuke video en willen jullie meer van dit soort video's zien? Laat het ons gerust weten. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En als jullie het leuk vinden, kunnen jullie mij nu ook persoonlijk volgen op mijn persoonlijke Instagram-account. En dan zien we elkaar volgende week maandag.